Oké, we zijn er dus achter gekomen dat je niet mag zitten op de trappen. Dus ik heb een challenge. Kijken hoe lang ik kan zitten op de trap. Achter deze deur was het. Dit is het gewoon. Dit is zo raar. Maar dit voelt zo raar, jongens. Dit is zo raar als je hier nu weer bent, want het voelt echt als een ander leven. Goedemorgen mensen, welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik begin mijn ontbijtje heerlijk met de pizza Nutella. Ik bedoel, super verantwoord. Zo, ik word even bijna door een duif opgegeten. We hebben een lekker ochtendwandelingetje gemaakt, we hebben wat shopping gedaan. We zijn nu bij Piazza del Popolo. Dat is op zich wel een bekend pleintje in Rome. En vandaag wordt ook wel een hele leuke dag, omdat ik eindelijk weer gewoon naar het huis ga waar ik dus 4,5 jaar geleden had gewoond hier in Rome. En uiteraard ga ik het ook aan jullie laten zien. Maar voor ik dat ga doen, er waren hier de hele tijd duiven, maar ze zijn weg. Friday. Wow, we hebben echt honger. Mensen, we hebben echt zo'n raar instrument gevonden. Ik heb dit echt nog nooit gezien. Maar het is wel echt heel erg tof. Awesome, man. Awesome. Wat vind je ervan? Het is een soort van gitaar of zo. Maar ook gewoon de vibe van die dude. Ja, hij is zo chill. Hij is gewoon het genieten van muziek maken. Ja, precies. Gewoon lekker. Het is een heerlijk warme dag in Rome. En hij is gewoon lekker met zijn gitaar, blaaspijp. Het is wel zijn werk natuurlijk. Ja, dat is waar. Dus hij is wel hard aan het werk. Ja, awesome. Oké, dit is echt letterlijk het raarste wat ik ooit heb meegemaakt. Maar ik wil net een mooie timelapse maken van dit prachtige gebouw hierachter. En dan wil ik dus de tripod neerzetten. Dat ene ding wat ik altijd onder mijn camera heb. En dan komt een mevrouw naar me toe rennen. En wat zegt zij tegen mij? Don't use the tripod. No tripod. Hoe moet ik dan vloggen? Dit is zo raar. Waarom mag je geen tripod? Iedereen is hier foto's aan het maken. Het is gewoon allemaal selfie sticks. Oh, kijk, daar is ze weer. Ja, no, niet op de trap zitten, zegt ze dat tegen die vrouw. Je mag niet op de trap zitten. Wat de heck, wat raar. En iedereen is gewoon foto's aan het maken en alles. Maar de tripod mag niet hoor. Maar je mag dus niks op de grond neerzetten. Nee, ik denk niet dat je mag wegstappen van iets. Je mag dus gewoon niet stilzitten en niets op de grond neerzetten ofzo. Dus ik ga speciaal voor jullie nu uit de hand dan een timelapse opnemen. Ik nu wil alleen maar tripod zeggen. Kijk of het een beetje eruit ziet. Dat je niet mag zitten op de trappen. Dus ik heb een challenge. Kijken hoe lang ik kan zitten op de trap voordat ik word weggestuurd. Ik denk echt dat dit dit gaat echt secondes duren. Dat denk ik oprecht. Dus laat even nu in de comments achter hoe lang jij denkt dat ik kan zitten. Is dat 10 seconden? Is dat 5 seconden? We gaan de timer starten van het moment dat ik zit en het moment dat zij zegt no sitting, no sitting. Ik zie haar trouwens. Ze zat precies achter jou. Er is nu een militair gekomen in plaats van haar. Oh shit. Politie. Alright. Laten we eens kijken. Ik ga gewoon zitten, want ik ben gewoon moe. En kijk hoe lang het duurt. Dus op het moment dat ik zit, gaat de timer in. Oké. Okay. Best lang. Vind, ze kwam helemaal van boven. Was ze van boven speciaal? Ze kwam helemaal. Ja, dat vind ik wel weer leuk. Zo'n irritant ventje. Je bent echt vervelend. Ben jij een YouTuber? Ja, ik ben een YouTuber. Kan je dat niet zien? Niet? We zijn nu bij het Colosseum en ik ben nu even een Uber aan het bestellen om gewoon terug naar huis te gaan. Tenminste, huis van 4 jaar geleden. We gaan eindelijk weer terug. Daar waar ik toen verbleef. Dus ik ben echt super benieuwd ook wat jij ervan gaat vinden. Ik weet niet of we naar binnen kunnen, want er zitten gigantische hekken voor. Nog 6 minuten wachten. Het wachten duurt zo lang. Doe eens een dansje voor het wachten. Dansje? Break it down. Wow. Intens. Onze vorige chauffeur heeft ons afgewezen, dus nu komt Stefano ons ophalen. Waarom zou hij ons afgewezen hebben? Komt dat door jouw rare dansjes?
Hij is er. Stefano is ons komen ophalen. Eindelijk. Hi. Oh jongens, we zitten nu even in de auto en het is altijd zo'n chaos in Rome met rijden. Iedereen die je inhaalt en links, rechts, overal scooters die meerijden. En mensen lopen gewoon dwars over de straat. Het is echt niet normaal. Maar hier... ik vind het ook echt eng, want als je kijkt, er zit echt zo'n ruimte tussen de twee auto's. Hey, yep. Het is heel... Kijk, nu ook rijdt er gewoon iemand langs terwijl je stilstaat. Chaos. Oh, neem je niet mee. Zo, en dat was de rit. Komt u eruit. Thank you, bye bye. Hupsakee, en dan zijn we er. Oh, zijn we wat vergeten? De telefoon? Oh, you are a hero, thank you. Lieve schat. Hadden we hem bijna een hele mooie fooi gegeven. Oh, jeetje. Dat is wel aardig. Ja. Ik was er al bang voor, ik dacht nog van zit hij in mijn tasje? Ik weet het niet. Oh, liefie. We zijn er, jongens. En iemand deed net het hek open. En Maisha slipte er binnen en hield net het hekje open. Want normaal is dit gewoon altijd dicht. Ik weet ook oprecht niet of we eruit kunnen. Meen ik serieus. Want je hebt een sleutel nodig. Zie je dat? Ja, ik zie het. Dat weet ik nog. Oké. Dus we kunnen er niet uit. Kan jij het even openhouden? Ik dan ga ik jullie laten zien, jongens. Hier, dit was de portier waar ik altijd heen ging. Dit is zo raar om hier rond te lopen. Mijn appartement was dus op de tweede verdieping en ik ga er nu ook eventjes snel heen lopen. Dit is zo raar, want voor de mensen die niet weten, ik studeerde dus voor een jaar in Rome aan de universiteit hier. En het is zo weird om hier weer rond te lopen, want dat was dus 5 jaar geleden of zo. Ongeveer, nee, ik begon met YouTube toen ik hier in Rome woonde. En ik heb hier ook de eerste 500 abonnees gehaald. Hier zie je een heel klein stukje. Ja, ik vind het echt heel gaaf dat 500 van jullie gewoon de tijd hebben genomen en de zin om even te subscriben en om mijn video's te kijken. En het grappige van die video was dat ik gewoon helemaal niet hard durfde te praten, omdat de muren zo dun waren dat iedereen alles kon horen. En daar begon het allemaal voor mij. Ik zat op mezelf en ik dacht van, hey, ik wil gewoon iets gaan doen. Ik wil YouTube gaan doen. Ik doe het gewoon en hier is het dus gewoon begonnen. Achter deze deur was het. Dit is het gewoon. Dit is zo raar. En nu wonen hier gewoon andere mensen in dit huis. Ik weet ook nog dat de lift altijd super cracky en klein was. Dus ik ga nu met de lift naar beneden. Maar dit voelt zo raar, jongens. Dit is zo raar als je hier nu weer bent. Want het voelt echt als een ander leven. Kijk, mijn lift. Hupsakee. Deed je open. Zat er nog een ander deurtje in. Het is zo klein. Oh, ik stoot me echt. Oh, dat is zo raar. Dan moet je eerst deze deur dicht doen. Zo, en dan moet je deze deur dicht doen. En dan ga je naar beneden. Hoe weird is dit? Ja, voor jullie niet, maar voor mij wel. Het is echt, echt heel erg raar. Maar super leuk dat ik ook Maisha dit nu kan laten zien. Daarvoor gingen we onder andere dus ook naar Rome. Omdat het gewoon... ja, super leuk is om te delen. Kijk, daar staat ze, jongens. We doen hem open. Kom uit de lift. Hey, baby. Zo, over de rode loper weer terug. Hey. Hey. Hoe was het? Het was heel raar. Ja? Ja, we staan gewoon om daar voor de deur te staan waar je elke dag naar binnen ging. Ja. Yeah. Is zo weird. Maar wel leuk, toch? Het is echt heel erg leuk. En... wat zeg je? Nou, ga nou heel snel naar boven. Origineel heb je daar dan altijd de beveiliger zitten. Daar betaalden we als hele huis betaalden we 50 euro per maand extra, zodat daar een beveiliger zat. Maar die was er nooit. En nu na al die jaren nog steeds niet. Vandaar dat wij nu naar binnen kunnen. Nee. Als je daar de ingang had, dan was daarboven was mijn kamer. Ik deelde dit balkon, deelde ik met een vriend. Zo bizar om daar, dat weer te zien. En die satelliet die was er eerst niet. Dus iemand wil heel graag televisie kijken die ze alleen in hun eigen land ontvangen. Maar het is gewoon heel raar om dit allemaal te zien. Maar wel echt onwijs leuk. En nu gaan we naar een restaurant. Ga ik Maisha uit eten nemen. Waar we altijd gingen eten. Want je kon daar voor 10 euro kan je daar all inclusive eten. Maar dat kan je niet in Nederland vinden. En dan krijg je ook nog een cocktail erbij. Dus wij gaan lekker even uit eten bij Momar. Zo heet dat. Dit is het restaurant. Momar. Hier heb ik heel veel gegeten altijd.
met mijn vrienden en vriendinnen van de studie. Je kan hier alles halen wat je hartje begeert. Zoveel als dat je wil eten aan pizza's, schotels vol met pasta en nog veel meer. Het is echt zo'n heerlijk restaurant. Onthaal. Dus ik ga nu even lekker opscheppen, dat kan ik niet met mijn camera. Maar dit wordt lekker, jongens. Dit is het geworden. Heerlijke pizza met pasta en iets met bladerdeeg en nog wat. Oké, het is niet het meest gezonde, maar het is wel super lekker. En volgens mij, jij hebt nog wel wat groen op je... Ik heb nog een sla en een grapefruit. Oh, lekker. Nou, eet smakelijk. We hebben heerlijke cocktails ook bijgekregen. Cheers. Cheers. Zo, dat was even een raar avondje. Ik kan me voorstellen dat voor jullie het waarschijnlijk niet heel raar is. Want jullie zien ze van, oh, hij gaat gewoon naar een huis en heeft hij vroeger gewoond. Maar het was wel heel erg raar voor mij om weer terug te komen waar ik zo lang heb gewoond. Zoveel dingen heb gedaan. En zoveel heb meegemaakt. En ik moet zeggen, het was ook wel een beetje op een gegeven moment emotioneel. Toen ik weer de deur dicht deed. En het klikte gewoon precies zo in dat slot, dat hek. Dat ik dacht van, het klinkt zo alsof ik weer naar de universiteit toe ga. Weet je, zoals ik elke ochtend erheen ging. Het was wel heel raar. Maar ik vind het wel heel erg tof dat ik dit heb kunnen delen in de vlog. En ik hoop ook dat jullie het leuk vonden. Omdat het toch wel echt een groot persoonlijk gedeelte van mij is. En ik heb ook echt mijn eerste impressie dat ik daar aankwam, heb ik gewoon gefilmd. Ik heb gewoon in één keer aangezet en alles een beetje meegemaakt. En ik weet niet of ik heel erg goed heb gefilmd. Waarschijnlijk zat ik veel te dichtbij of te ver af. Maar ik was gewoon zo bezig met wat er allemaal gebeurde. Dat ik niet echt bezig was met, nou ja, heel erg mooi filmen of noem maar op. Maar ik wilde jullie nog wel een verhaal vertellen over mijn avontuur in Rome. Want zoals je misschien net had meegekregen, was dat het begin van mijn YouTube. Ik keek echt al onwijs lang YouTube. Echt al sinds 2005 keek ik of zo, 2006. Was ik al die dingen aan het kijken van Smosh en CTFXC en gewoon heel veel Engelse kanalen. En elke dag zei ik op de fiets tegen mijn vriend, tegen mijn beste vriend, zei ik van, dude, ik wil dit ook doen, ik wil dit ook doen. Maar ik deed het nooit, want ik had altijd wel iets. Of ik had geen mooie camera, of ik was nog niet 18. Dus waarschijnlijk omdat ik niet oud genoeg was, vonden mensen me niet leuk. Er waren zo 10.000 dingen of ik had geen ideeën, noem maar op. En in Rome was het dat ik op mezelf ging wonen. En als je op jezelf gaat wonen, helemaal in het buitenland, dan heb je heel veel tijd voor jezelf. En om gewoon om na te denken. En te denken, wat doe ik nou? Wat wil ik nou? En daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Dat op een dag zei ik gewoon, fuck it. Ik doe het gewoon. Want echt, de omstandigheden in Rome waren echt niet handig om YouTube te gaan doen. Laat ik je dat even vertellen. Want het internet bijvoorbeeld was zo slecht. Dat ik gewoon mijn video's daar niet kon uploaden. Want dat duurde letterlijk 40 uur om te uploaden. Je kan het je nu niet voorstellen. Nu heb ik glasvezel. En is echt 20 seconden. Maar het duurde 40 uur. Dus wat ik dan deed. Ik nam de video op. Meestal Minecraft of zo. En soms kon ik niet eens online. Omdat mijn internet zo slecht was. Dus dan ging ik in singleplayer ging ik wat opnemen. En dan online gooien. En dan deed ik dat op mijn USB-stick. En dan ging ik of naar de universiteit. Dat was dan 3 kwartier rijden. Ging ik daarheen. Deed ik het in de computer, want daar hadden ze wel super snel internet. Logde ik in op mijn YouTube en zo ging ik dus de eerste 40 video's of zo heb ik allemaal met een USB-stickje. Ben ik van mijn huis in Rome, ben ik naar de universiteit gaan en weer terug. Soms alleen voor een video, 1,5 uur reizen of zo. Ik heb er echt hard voor gewerkt, zeker toen ook. En je verdiende er geen drol mee, laat ik je dat even vertellen. En dat is ook een beetje mijn verhaal voor jullie. Zo van, jij bent misschien mij nu gaan kijken op mijn tweede kanaal of op mijn eerste kanaal. En daar heb ik nu 300.000 abonnees. En ik verdien er geld mee, dat weten jullie ook. En daar ben ik jullie heel erg dankbaar voor. Maar dat is allemaal niet gekomen doordat ik zei van, nou, ik heb zin om YouTube te doen. Pam, ik verdien er geld mee. En dat was toen nog niet eens aan de orde. Het was gewoon dat je freaking vette video's wilde maken. En dat deed je toen, ook al moest je 1,5 uur rijden. Omdat je geen internet had in Rome. En ja, ik wilde dat jullie toch gewoon meegeven. Dat soms is het allemaal niet zo makkelijk. En er zijn genoeg excuses. Want ook in Rome had ik zoveel excuses kunnen bedenken. Met ze van, oh ja, nee, het internet is te sloom. Of ja, als ik hier vlog, dan kunnen mensen, die kunnen geen Nederlands. Dus dat is moeilijk voor de vlog. Er zijn altijd excuses voor alles wat je gaat doen in je leven. En er gaat nooit een perfect moment zijn. En daarom moet je soms er maar gewoon voor gaan. En dat heb ik dus gedaan. En dat heeft me uiteindelijk ook weer hier samen teruggebracht met Maisha. Dat ik dit als een reisje kan doen wat ik gewoon, nou ja, betaald heb van mijn YouTube. En al die andere dingen. Ik bedoel, soms zie je niet meteen wat het gaat opleveren. Maar
mijn gevoel zei gewoon dat ik ervoor moet gaan. En dat heb ik ook gedaan. En ik ben er super dankbaar voor. En ik ben jullie echt oprecht heel erg dankbaar voor alles wat ik met YouTube heb kunnen meemaken. En hoe dit allemaal gegroeid is. En dat zoveel mensen het leuk vinden om te kijken. Dus ik wil echt een enorm hartje naar jou geven. Degene die aan het kijken is, die het hopelijk tof vindt wat ik doe. Ik waardeer dat enorm. Ik vind het echt heel erg tof. En ik vind het magisch wat ik allemaal kan maken. En zeker met dit tweede kanaal ook. Probeer ik echt weer het vloggen, het persoonlijke, gewoon mijn connectie met jullie, probeer ik weer terug te brengen. Dus ik hoop dat jullie dat ook echt kunnen waarderen. Smash dat duimpje omhoog als jij gewoon de baas bent. En als je zin hebt om een duimpje omhoog te smashen. En bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je iets hebt aan mijn verhaal. Wie weet kan het jou ook inspireren om iets te doen wat je al heel lang wilde doen. En wie weet brengt je dat in de toekomst wel iets heel erg moois. Ik gun het je van harte. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Vergeet niet te abonneren. Er komen meer leuke vlogs aan. Bladibla. Jullie kennen het hele riedeltje wel. Ontzettend bedankt voor het kijken. Hartje voor jullie. Geniet van de dag. En ik zie jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot volgende keer mensen. Ciao.